Nou, we zijn bij Berdy thuis. Ik had het jullie al verteld dat we hierheen gingen. En kijk, ze heeft hier een hele mooie kachel. Dag Sas. Hoi. Hallo. Dag, ik weet je naam even niet meer. Nou ja, Eva. Sorry, Eva. En het is een makkelijke naam om het oude. Ja, drie letters. Hoe dan? En jij bent? Anneleen. Anneleen. Ook een hele mooie naam. En dat is de hond. Dat is Grace. Dag Creesje. Hallo. En Berdy is proberen deze kachel aan te aankrijgen. Maar het lukt niet erg. Hoe komt dat? Het lukt niet. Het lukt niet. De gasvoer gaat niet open. Oh. Zucht. Hele grote zucht. Jij mag mij filmen, schatje. Tuurlijk mag je mij filmen. Hi, Bianca. En hoe vind jij het hier? Ik vind het heel gezellig. Heb je het niet koud? Nee. Het lukt niet echt bij Berdy. Ik vind het kacheltje ook niet echt nodig. Maar dat is licht meer aan mij misschien. Ik weet het niet, maar ik heb het warm zat. Het is hier inderdaad wel heel erg warm. Maar ik ga hem weer teruggeven. Ja, oké. Okay. Proost. Doet hij het al? Nee. Heb je het opgegeven? Mm-hmm. Oh, oké. Okay. Ze heeft het opgegeven. Hij doet het niet, helaas. Een hele goede avond. Tenminste, goede nacht. Het is 1:05. Ik ben inmiddels al thuis. En Grace, een van de meiden maar met wie ik was, appte me net. Ik heb je rugzak. Ik denk, fuck. Daar zit mijn camera namelijk nog in. Dus nou, dan maar even met mijn telefoon. Welkom bij deze nieuwe weekendvlog. En je hebt net al een klein stukje kunnen zien. Ik was dus met vrienden, dat heb je in de vorige weekvlog kunnen zien, bij Berdy thuis, bij een van mijn vriendinnen thuis. We hebben een heel leuk avondje gehad. Het was super gezellig. Ik ben nu inmiddels thuis, maar mijn rugzak is dus bij iemand anders thuis. Dat schiet lekker op. Maar goed, we hebben afgesproken dat we morgen waarschijnlijk komt ze hem even langsbrengen. Dus dat is helemaal prima. Dan kijken we wel even hoe laat dat dan zal zijn en hoe en zo. Maar goed, in ieder geval, welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Goedemorgen. Het is zaterdag vandaag en ik vlog vandaag met mijn telefoon. Want, wat ik gisteren al zei, mijn rugzak die is met iemand anders meegegaan per ongeluk. En die kan ik pas later vandaag ophalen. Dus dan maar even een dagje met mijn telefoon. Op zich ook geen ramp, het kan wel. Het is nu 9:15. Ik drink even mijn koffie op, dan ga ik me aankleden. En goed insmeren, want het is super mooi weer. En dan gaan we om 11:00 fietsen. Dus daar heb ik ook super veel zin in. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan, maar jullie gaan het zien. Want ik ga jullie dus... meenemen in de zin van ik neem mijn telefoon mee, dus ik zal onderweg nog wel even met mijn telefoon wat dingen filmen. Dat vind ik wel leuk. Maar goed, eerst maar zorgen dat ik aangekleed kom. Zo, ik ben aangekleed en wat is er? Wacht even hoor, volgens mij zit er wat op mijn lens. Huh? Zie je dat? Ik ben helemaal mistig voor mijn gevoel. Nou, geen idee. Ga ik straks wel even naar kijken. Dit. Wacht. Beter. Ja, daar zat denk zonnebrand op de lens. Ik ben aangekleed, lekker kort broekje aan. En dit hemdje ga ik straks bandje naar beneden doen. Want we gaan natuurlijk lekker in het zonnetje fietsen en dan word ik hopelijk een beetje lekker bruin. Maar ik wil geen strepen hier, want dat is niet handig met mijn jurk. Dus normaal let ik daar nooit zo op, maar dat ga ik nu wel doen. Ik ga ze nu straks even naar beneden doen. Maar dit is de outfit. Ook weer zo'n outfit. Ja, die broek. Kijk, korte broek heb ik nog niet eerder aan kunnen hebben, want het is niet echt mooi weer geweest. En die paar dagen dat het mooi weer was, had ik andere dingen aan, maar dit... Truitje kon ik nooit aan. Het zat echt mega strak. Heb ik ooit eens gekocht en nu zit hij gewoon lekker. Ik heb hem in mijn broek gestopt. Ik vind het leuk. Ja,
Nog van Luiden neergeschreven. Ergens een naam? Ze moesten wel heen. Niet echt weten. Het zijn maar eens gaan lopen. Anyway. Ik ga ze wel even zien. Ik heb een boekje van. Na 20 kilometer fietsen gaan we hier even lunchen. Ik moet het even met mijn telefoon doen, want mijn camera ligt bij Grace. Hi. Ik zal even de zon doen. Nog een zwaaien. En het is grappig, want ik heb... Wacht, ik ga eerst even mijn camera draaien. Dan kan ik het laten zien. En ik heb dus een allemaal theetjes. En dan mocht ik losse thee hierin doen. En dan heb ik een zandlopertje gekregen. Na 2 minuten moet ik dit potje hier opzetten. En dan gaat het vanzelf lopen. Dus we gaan het zien. Dat is dus net te laat. Maar als je hem er inderdaad bovenop zet, gaat hij vanzelf lopen. En dan heb je een bakje thee. Zo grappig. Zo, ik ben weer thuis en ik vlog weer met mijn camera, want ik heb mijn rugzak opgehaald. Ik ben kapot. We zijn 5 uur onderweg geweest. 32 kilometer gefietst en in Schipluiden hebben we lekker geluncht. En toen zijn we als laatste ook nog naar Wateringen gefietst, want daar was braderie. Dus die zijn we ook nog even over geweest. Dus we hebben niet 4 uur, bijna 5 uur gefietst hoor. Maar we zijn toch een aardig eentje onderweg geweest. Ik heb besloten dat ik de weekendvlog een dag later plaats. Want anders zou ik die nu nog heel snel in elkaar moeten stampen. En ik ga straks naar mijn ouders. En morgenochtend proefkapsel. En morgen gaan we ook weer fietsen. Wordt het ook prachtig mooi weer. Dus dat ga ik gewoon even niet doen. Die ga ik morgenavond maken. En die komt dan lekker maandagochtend online. En ik heb pakketjes binnen van AliExpress. Dus die ga ik even met jullie openmaken. Er ligt er ook nog een hier beneden bij de Hoogvliet. Die moet ik nog even afhalen. Dat ga ik denk ik ook nog eventjes doen zo meteen. Vind ik wel leuk als ik die ook nog heb. En morgen zou het ook nog wel kunnen natuurlijk. Maar... Oh, leuke oorbellen. Ik had oorbellen besteld en die heb ik zowel in het zilver als in het goudkleurig besteld. Vond ik wel tof. Ga ik deze even uitdoen. Deze kwamen trouwens bij de Primark vandaan. Die vind ik ook super leuk. Maar ik ben mijn andere oorbelletjes kwijt. Die met die ringetjes en die bijtjes. Die heb ik ergens afgedaan of uitgedaan. Ik zou niet meten meer waar. Kijk deze. Oeh, even stil hangen. Een soort spiraaltjes. Dus in het zilver. Oh, leuk. Kijk, die draaien zo leuk. En ik dacht wel, waarom knipt dat zo lastig? Maar ik heb de verpakking per ongeluk meegeknipt, maar... Het is alleen de verpakking, dat scheelt. Deze hou ik denk ik eventjes in. Oh, huh. Een beetje dichtknijpen, anders ben ik ze zo kwijt. En in het goudkleurig. Heel leuk. Doe ik die ook nog even. En deze uur. Zo. Oh, die mag ook wel wat dichter. Zo. Leuk, hè? En dan nog eentje. Oh, kijk. Oh, dat vind ik dan weer een beetje jammer. Ik had oorbelletjes besteld van groente. Dus volgens mij had ik dat laten zien. Weet ik niet zeker. Ik heb 2 komkommerschijfjes besteld en 2 tomatenschijfjes. En ik dacht, ja, ik had ze anders voorgesteld. Want kijk, dit zijn eigenlijk, ze zijn wel leuk, maar het zijn
Oh, wel aan twee kanten. Nou, dat scheelt wel. Maar hier is het gewoon wit. Het is erop geprint. Nou, ik vind ze niet slecht, maar ik had ze anders verwacht eigenlijk. Maar ja, dat is natuurlijk altijd met AliExpress en dat soort winkels. Ja, je weet gewoon niet wat je... Helemaal zeker wat je koopt, alles wat je online koopt en dan die. Ja, ik vind ze wel grappig. Ze zijn wel geinig. Die komkommers zouden... Ja, ik denk dat ik die even in doe. Want die passen ook wel bij wat ik nu aan heb. En ik heb verder toch geen andere sieraden om. Dus ga ik die komkommertjes even aan doen. Dit zijn net zo maatjes. En dan heb ik hier de komkommertjes. Ja, toch zijn ze wel geinig. Dus laat ik deze nou maar even in houden. Gewoon voor de grap. Oh, daar. Ik wou zeggen, hij wil niet. Goed. Nou, even het zootje opruimen en dan nog even naar de Hoofdvliet om het laatste pakketje op te halen. Zo, ik ben al een poosje hier weer. Kijk, echt waar? Kijk dan hoe bruin die is. Dat is toch niet normaal? Jij? Ja, jij wel fietsen vandaag. Gaan morgen weer? Oh, kijk, en ik heb die komkommertjes in. Leuk, hè? Lekker verfrissend. Dag. Hoe is het nou? Doei. Goed. Nou, omstandigheden goed, redelijk. Ik heb de hele afwas gedaan. Nou, een paar woordjes. We hadden een ander klusje. Nou, nee, dat was best wel. Ja, het was wel veel. Een paar woordjes. Ik heb dat was best wel een hele flinke afwas. Mama laat je leuke onderzetten zien. Oh, papa heeft ze gekocht eigenlijk, hè? Schattig. Nee, dat, zo zien we ze niet. Moet ze iets lager houden, ja. Je kan ook omhoog met die camera. Nee, ik heb pijn in mijn armen van het fietsen. Leuk, hè? En ik heb deze. Die vind ik ook heel leuk. En dan is er nog één, toch? Drie, zei jij. Eén met een koe erop. Die laat... Oh, die laat ik een koe erop. Dat is die. Ook heel erg leuk. Welke ik vind dit denk ik de leukste. Die is de fleurigste. Nou, en we gaan kaarten. Wie wint er? Ik niet. Oh, nou, zal jij wel weer zijn? Ja, ik hoop het. Ik ben weer thuis. Dat was eventjes gezellig, zeg. Was echt heel erg leuk. We hebben lekker gegeten, champignonsoep. En moeder had gevuld Turks brood gemaakt. En toen hebben we nog wat bruilofts, laatste bruiloftdingetjes geregeld. En dan... daarna zijn we gaan kaarten. Het is nog vroeger, jongens, want het is pas 10:15. Maar... Na die 30 kilometer fietsen van vandaag ben ik er eerlijk gezegd wel een beetje klaar mee. Dus ik ga lekker naar bed. Ik zie jullie morgen weer. Tot morgen. Goedemorgen. Het is zondag 7:30. Zo vroeg. Maar goed, ja, ik ben wel vaker vroeger wakker. Dus zo erg is het ook weer niet. Zo laat ging ik ook niet slapen gisteren. Dus dat scheelt natuurlijk ook. Ik ga gauw even mijn ontbijtje eten. En dan ga ik douchen. Ik moet mijn haar wassen met babyshampoo. De opdracht gekregen, want straks komt mijn zus ook hier naartoe. En dan gaan we proefkapsels krijgen voor de bruiloft. Dus ik ben heel benieuwd. Echt super veel zin in. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat... ik heb al een beetje wat plaatjes verzameld van hoe ik het graag zou willen. Dus jullie gaan het straks wel zien, want ik... Ik denk niet dat als het proefkapsel er eenmaal in zit, dat ik het er dan weer uit ga halen. Vind ik ook een beetje zonde. Of ik van het proces zelf wat ga filmen, weet ik nog niet. Want dat ligt eraan of Laura dat wil of niet. Ik kan me ook voorstellen dat zij haar kapsel zeg maar niet op beeld wil. En dan gewoon lekker wil bewaren. Maar goed, je weet het met Laura maar nooit. Dus ik ga het zo wel aan haar vragen. Ik ga nu even opschieten. Ik zie jullie straks. Goedemorgen. Alweer, had ik al gezegd natuurlijk. Maar ik ben inmiddels... gedoucht, aangekleed
En ik heb inderdaad mijn haar met baby shampoo gewassen. En ik dacht, waarom? Want ze zei, degene die straks mijn haar kon doen, van je moet het met baby shampoo wassen, want dan blijven de mogelijke krullen die je wil er beter in zitten. En toen dacht ik, ja, maar hoe dan? Want baby shampoo, dat is toch altijd heel zacht en daar wordt je haar altijd zo, ik denk dat heeft hetzelfde effect als conditioner of zo. Maar inderdaad, grappig genoeg wordt het er wel stugger van. Nou, weer wat geleerd. Dus nu ga ik even de ontbijtpoel opruimen en wachten op wat komen gaat. Zo, nou, we hebben het proces lekker voor onszelf gehouden. Dus dat is geweest. Mijn make-up is er inmiddels weer vanaf, want ze heeft ook een proefmake-upje bij me gemaakt. Als je nou wil weten hoe dat eruit zag, moet je even op mijn Instagram kijken. Hoe ik ben Bianca is het daar ook. Dus als je dat leuk vindt, moet je me daar volgen. Maar laat ik erin zitten, want dat vind ik zo mooi. Echt heel gaaf. Helemaal blij mee. En ik heb ik heb geen strapless hemdjes. Dus het ziet er een beetje maf uit, want het is een gewoon hemdje. Maar we gaan even fietsen. Dus dan wil ik even zo fietsen, want anders krijg ik allemaal nare strepen in verband met de jurk. Dat zou ik toch heel vervelend vinden. Moet je kijken, ik heb hier een V-loop. Nou ja, anyway, we gaan even fietsen. En als ik onderweg wat wil vloggen, doe ik dat lekker met mijn telefoon. Dat heb ik gisteren ook gedaan en dat werkt eigenlijk prima. Dus dan neem ik deze niet mee. Maar ik ga eerst even een mascaraatje opdoen, want ik heb nu wel voor mijn gevoel echt een hele blote billen gezicht. Omdat ik net zo vol in de make-up zat. Zo, we zijn in de stad. Dag man. Heel fijn. Hoi, hoi. Even, er is een lange verhoud. Ja, er is een brokantenmarkt tenminste. Antieke markt. Het antieke inderdaad. Het is een hoop oude zooi. Maar wel mooi. Kijk papa, is er ook. Hi pap. Hi pap. Hallo. Doe even vandaag zeggen. Oh ja, dat is goed. Ga ik ook even doen. En we hebben inmiddels wat te drinken. Ja. Ik ben aan het filmen. Ja. Ik neem mijn camera dan niet mee, dan doe ik het met mijn telefoon. Handig, hè? Nou, we gaan even foto's maken. Zo, weer thuis. Hé, dat was een lekker fietsritje. Maar gelukkig stond er een beetje wind, want het is wel warm buiten. Heerlijk. Nou, hopelijk een beetje goed bijgebruind. Dus dan is die jurk toch net iets leuker als je een beetje meer een kleurtje hebt. Ik heb nu lekker een bakje aardbeien voor mezelf gemaakt. En mijn computer die is oververhit, denk ik. Ik weet niet wat die allemaal weegt. Maar goed, ik ga lekker de vlog editen voor morgen. En dan die eigenlijk vandaag online zou komen, maar doen we lekker morgen even. En dan ga ik gelijk denk ik even al mijn foto's en dingen van mijn telefoon afhalen. En op die harde schijf zetten. Ik heb daar toch ruimte zat. Dus ik vermaak me wel even. Zo, de weekendvlog is klaar. Die staat te renderen. En ik heb heerlijk een bakje tomatensoep. Nee hè, champignonsoep. Want dat was toch over van gisteren. En er ligt ook nog een stukje gevuld brood in de oven. Dat was ook over. Dus ach, dat heb ik het toch weer goed, hè? Met die ouders van mij. Dus ik ga lekker eten. En dan wachten op de rest straks. Die komen, het is pas 5:10, die komen om 7:00. Dus ik ben benieuwd tot hoe laat het duurt. Ik ga dadelijk wel even, als de zon weer een beetje wat meer weg is, de deur openzetten, want het is hier best warm. Maar goed, ik heb even een luchtig jurkje aangetrokken. Want mijn korte broek was een witte korte broek. En dat is leuk, maar die was toch op de een of andere manier een beetje smerig geworden met fietsen. Dus dan maar even lekker dit aan. Ook helemaal prima. Ik ga even lekker eten. Zo, kijk, ik heb mijn haar uitgehaald. Het zit hier helemaal vol met volumepoeder, dus heel stroef, maar ik wil het eigenlijk ook nog niet nat maken, want kijk morgenochtend wel even wat ik ermee doe. Ik doe het straks in een knot en dan kijk morgenochtend wel even. Dan kan ik het altijd nog nat maken als het er echt niet uitziet. Vergadering is voorbij, ze zijn geweest. We waren maar met z'n drietjes, dus dan gaat het lekker snel. En we hebben goede afspraken gemaakt, dus dat is fijn. En dan is het nu bijna, 9:15 pas. Dus niet bijna tijd om naar bed te gaan. Maar ik ga ook niet super laat, want na al deze vrije dagen begint het werkende leven weer. Dus er moet weer een beetje wat structuur in.
Dus ik ga niet al te laat naar bed. Ik ga in ieder geval wel de weekendvlog afsluiten. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe je duim omhoog als dat zo was. En dan zie ik je in een volgende vlog. Doei doei!